Creatieve Partij Nijmegen 2.0 is schatplichtig aan het communistische gedachtegoed. Uh, ten dele waar. De, uh, de afkorting van de partijnaam is CPN 2.0. Uh, die naam hebben we niet voor niks gekozen. Want het gaat erom dat je samen met de mensen overleg voert. voordat je een besluit neemt. en dan uh, daarmee van iedereen ook weet waar ze aan toe zijn. Um, de ambtenaar bij de gemeente Nijmegen zei van weet je zeker dat je die naam wilt? En ik zei van god hoezo. En dan zei, ja vanwege de afkorting. Ik uh, zei nou god daar hadden we nog niet over nagedacht. Hij vond het een erg leuke vondst en um, uh, de naam Creatieve Partij Nijmegen 2.0 is er uh, juist om die creativiteit en dat delen uh, erin te houden. En daarmee dekt de naam wel de lading. Het heeft niks met communisme te maken, of misschien heeft het alles met communisme te maken. Het gaat vooral om de mensen zelf. En niet om het bestuur wat van bovenaf bepaalt, maar de mensen van onderaf mee laten praten en daarmee overleggen en besluiten gaan nemen. De Creatieve Partij Nijmegen 2.0 bestaat voornamelijk uit kunstenaars. Daardoor mist de partij te veel inhoudelijke kennis en staat te weinig met beide benen op de grond om de dagelijkse realiteit van een stadsbestuur in goede banen te kunnen leiden. Dat blijkt wel uit het ontbreken van een concreet partijprogramma. Dat is niet waar. De, 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 de Creatieve Partij Nijmegen 2.0 bestaat uit mensen die creatief kunnen denken. Dat zijn niet alleen beeldend kunstenaars, dat zijn theatermakers, muzikanten, vormgevers, architecten, dichters, denkers. En die mensen kunnen out-of-the-box denken. Die kunnen precies dat wat de gemeenteraad op dit moment niet kan: namelijk op een creatieve manier anders tegen. De uh, zaken aankijken en op een andere manier samen een oplossing bedenken. Ik heb juist geen enkele politieke uh, kracht in de partij bedacht, omdat daarmee de, uh, de mensen uh, niet zal maar zeggen, dat politieke belang hebben om uh, ergens een, uh, iets over te vinden of ergens over te zeggen en, en besluiten over te nemen. Maar de, uh, de manier waarop wij. Tegen situaties aan kunnen kijken, is precies dat wat deze stad nodig heeft, namelijk dat je samen kunt denken en dat je het anders gaat doen. Over een paar jaar heeft Nijmegen er een prachtig oorlog en verzetsmuseum bij. Ja, zou best kunnen. De, uh, wat we gaan uitzoeken, is in ieder geval uh, dat de zes rapporten die nog in de la liggen, uh, eventjes op tafel komen te liggen. En um, ik ben helemaal niet tegen een museum. Ik, ben, ik zou graag zien dat er veel meer cultuur in deze stad zou zijn. Juist omdat daarmee mensen een veel bredere kijk op de samenleving krijgen. Dat moet je van begin af aan in, in scholen inzetten. Dat moet je zorgen dat dat breed gedragen wordt. Wat er bij zo'n vrijheidsmuseum gebeurt, is dat er van bovenaf gezegd wordt: van wij kunnen dit gebouw op laten knappen. En, uh, en daar hebben we nu een pot met geld voor. En dan, dan sturen we de veertig bedrijven die hier in de vasem zitten, sturen we naar huis. Dat moet je niet doen, dat moet je nergens doen. Je moet niet van bovenaf een besluit nemen. Je moet in overleg met iedereen samen er een mooie stad van maken. Dat is veel beter. En nu, nu gebeurt dat niet. Er is een, uh, een met de creatieve partij Nijmegen 2.0, willen we dat wel van tevoren overleggen. En samen een mooie stad maken.